Goedemiddag, ja, allemaal. Super tof dat je kijkt. Welkom in een nieuwe vlog. Mijn naam is Steven, 24 jaar. Ik zit op mijn kamer even eindelijk weer te vloggen voor jullie. Dat afgelopen stuk gevlogd heb, nee, gisteravond nog. Maar ik heb nou vorige week voor praat weer beloofd om elke dag te vloggen. Dus dat ga ik ook doen ook. Meer al nieuwe kansen. Je weet zelf. Leuk pet op kop. Vraag. Oh, sorry. Er zijn een paar dingen die ik jullie wil vertellen. En die ga ik even rustig vertellen. Als jullie het goed vinden. Dus met rust. Rusten, petjes. Dit spel ook vanavond gespeeld. Snowboardspel, super vet. Xbox One. Kijk hoe schik mee. En ja. Hoe voel ik me? Hoe voel ik me na zo'n dag? Zo'n werk half dagje hard gewerkt. Voetcheckje steken op Instagram. Ik ben beledigd door een jongen. Een feedback gehad. De zorgbedrijf. Van een jongen van de zorgbedrijf. Vond ik niet zo leuk. Maar ik kan op zich wel goed mee omgaan. Maar. Het is een beetje lastig om het uit te leggen aan jullie. Maar ik plaats dus veel op Instagram en Facebook. En niet iedereen waardeert dat. Dat vind ik jammer. Er zijn steeds mensen die mij ontvolgen of mij niet meer volgen op Facebook of Instagram. Ik zie ze vriendschapverzoekjes, maar ze accepteren het niet en dat vind ik wel raar. Maar goed. Zullen we het aanzetten? Opstarten. We hebben een vergadering gehad. Ik zal zo meer vertellen over de vergadering. We hebben een leerdoelenpapiertje ingevuld, enquêtes over werk, school, studie, verliefdheid, vriendinnen. Gewoon super interessant allemaal. En we hebben voor ons anoniem ingevuld en ons pb gegeven. En zij gaat er uiteindelijk een keer wat over vragen aan ons. En dan wordt een leerdoelen enquête was het. Dat was interessant. Ik ben mijn fysio geweest vandaag. Ik heb een beetje ook aan mijn voet. Ik zal het laten zien. Ik heb speciale sokken voor mijn voeten. Dat heb ik afgelopen tijd veel aan. Ik heb ook niet echt grote sokken meer aan. Misschien van de winter. Maar is mijn voet, zoals je ziet, is de kleur heel erg meegevallen. Het doet de kleur dan steeds beter. Deze kleur ook steeds beter. Kijk dan. En het is zo fijn om te zien dat ik het gewoon zo lekker gaat met mij. Kijk, dat is mijn voet. Andere voet. Dat is wel top. Maar lekker gaat. Ik heb in ieder geval goed kamers schoongemaakt. De badkamer is netjes. Hij is weer lek, de badkamer op de wc. Dat is minder leuk. Dus er moet een moeten komen. De boodschappen ging goed, koken ging ook goed. En wat ik hoefde te doen was het warm maken en even erin bakken. Dat een beetje alles. Even de rest gewoon lekker mijn kamer schoongemaakt, stokken zo gepoetst. Goed gepoetst, zie ik overal. Mijn spiegel schoon, de kast is netjes. Kop is opgewassen, stok gezogen. Aan de muziek gedraaid, was gedaan, was opgeruimd. Een toffe dinsdag was het. Ik heb gisteren een goed probeergesprek gehad met PB en vandaag een beetje gepraat met haar. En wat te verbeteren, jongens. Ik kan niet hoog genoeg voor mezelf praten. Ik wil niet hoogmoedig zijn, maar ik vind het echt goed gaan. Het gaat denk ik goed. Ik mag het zeggen voor alle daken. Ik mag voor alle daken schrijven. Het gaat gewoon goed. Het gaat niet slecht. Het gaat niet wel. Het gaat wel. Nee, het gaat niet wel. Het gaat hartstikke goed. Ja, mooi werk. Mooi werkplek. We leven nog steeds. Ik leef met een dag. En ik heb lekker gewerkt vandaag. Samen met de stagiair van Bontekoe en de collega's. Morgen wordt een drukke werkdag. Dus ik ga op ongeveer 5 minuten tanden poetsen en project gaan slapen. En deze vlog uploaden. Want morgen is een hele drukke werkdag. Morgen krijgen we scholieren op de Bontekoe. Volgenscursus in de oude school van onze stagiair. Dus dat is leuk. En voor alle duidelijkheid, je ziet heel veel over mij als stagiair. Ze is leuk. Ze is knap. Het is aardig, ik ben gewoon vrienden, oké? Okay? Laten we even duidelijk zijn. En niet verliefd. We vinden elkaar gewoon leuk als vrienden. En dat is zo kant ook. Gewoon beste friends. Ja, ja toch? Dus wat ik even zeggen. Ik heb een goede band met mijn PB'er. Ik zit er vandaag al voor. Ik heb vlog van Miranda zitten kijken. Super respect voor haar vlog, hoe ze vlogt. En donderdag gaan we mijn YouTube kanaal bewerken. Gaan we hem beter maken. De foto's met andere huisgenoten op de kamer ga ik nog een keer doen.
moet deze kind allebei een keer tijd en vrij geen tijd steeds. Hij is heel moe van het werk. En vrij heeft ook geen tijd. Dus we moeten even kijken hoe we dat kunnen plannen. We zitten mee lekker te chillen. Huisgenoten. Ik ga niet meer chillen. Ik ga nu deze vlog afsluiten. Een beetje korte vlog dit keer, omdat ik niet echt wat te melden heb. Werk ging goed. Boodschappen doen ging goed. En dat wil ik even zeggen. Ik ga vergeten dat jullie het allemaal in het kanaal te hebben of jullie het leuk vinden en tof vinden. Goede gesprekken met Boma's gehad vandaag. Foto's gemaakt van de dieren. Moet ik zo meteen even op mijn gooien. En de gans gevoerd. Eenden gevoerd. Boma's zijn boodschappen doen vandaag. Voor dieren, dus dat een diervoer hebben. Het is een toffe werkplek waar ik zit. Kijk, maar ik bof met zijn werkplek. Zelfs mijn achtergrond van mijn tablet. Super gaaf. Check die achtergrond. Oh, vind ik ook. Dus dat is wel tof. Nou, ik heb goede schrik met werk, goede schrik met wonen. Goede vraag. Ik had verteld over wat ik van vind dat als ik mijn taken, dat mensen ook hun taken doen. Dat vind ik wel zeer eerlijk. Heb ik even gezegd. Dus ik hoop dat we wat onthouden moeten de cliënten. Niet dat ik zo bedoeld. Ik heb goede band met Miranda, die huisgenoot van mij. En de andere huisgenoot heb ik ook goede band mee. De kamer van die andere huisgenoot gaat vrijkomen. Gaat opgeruimd worden en gaat schoongemaakt worden. En er komt misschien een nieuw iemand in. Dus dat moeten we even afwachten. Dus dat komt allemaal nog goed. In ieder geval, dat is een beetje mijn video voor nu. Ik zit heel erg aan mijn voeten te pulken, moet ik niet doen. Oh ja, even over visio. Ik moet dus oefening doen met de fysio. Dan ga je ze liggen, benen gestrekt. En dan ga je in gestrekt vasthouden. 5 seconden. 5 keer 5. 5 tellen 5 keer doen. Aan deze been. En squat. Zo met een minuut seconde achter en borst naar voren. En ik wil meer echt oplopen van de begeleiding en voor Boma's en van de fysio. Dus dat ga ik ook doen. Komt uit dat ik veel aan gewerkt, veel doelen waar ik aan ga werken. En ik hoop jullie dit allemaal te kunnen vertellen de komende vlogs. En we gaan kijken hoe het allemaal loopt. We gaan kijken hoe het allemaal af gaat lopen. Ik heb binnenkort jaargesprek ook nog. Dus dat is ook wel tof. En dan heb ik een beetje dorst. Ik ga de vlog afsluiten. En ik zie dat ik al 7 uur aan de vlog ben. Ik wil ook al een korte vlog doen. Het gaat niet zo lang vlogs met ons eerst worden. Want ik mijn YouTube schema. Ik upload bijna elke avond. Tot ik ben begonnen met YouTube, alleen heel vaak kwam het er niet van dat ik te moe was of mijn telefoon deed moeilijk. Mijn telefoon is 2 jaar oud en ik heb heel erg moeite om te houden. Hij is heel slow, maar hij moest 3 keer opstarten. En toch een goede schrik met telefoon, mijn tablet ook, dat zou ik wel zeggen. In ieder geval, vergeet niet te abonneren op het kanaal, duimpje of je het leuk vindt. Check alle YouTube kanalen van Rowan, Wing Weapon en van Miranda Bos en natuurlijk nog een aantal. Check gewoon mijn kanalen, superleuk YouTube kanalen. En we wensen een hele goede nacht. Het is een bloedje heet op de kamer, dus ik ga gaan verder open doen. Ik ga me uitkleden. Dan uitkleden. Ik ga toetsen. En dan zie ik morgen weer veel van de video. Morgenochtend heb ik een korte praatvideo. Om 7:30. Zie je morgen weer van de video. Uitrusten. Ciao.